Concealer is een crème met een dikke textuur. Die wordt gebruikt om oneffenheden weg te werken en de huid op te lichten. Tevens werkt deze als basis voor de foundation. De eerste twee kleuren in het palet zijn voor het wegwerken van rode vlekken, adertjes en pukkeltjes. Nummer 3 en 4 zijn geschikt voor de zones onder de ogen, om donkere kringen en schaduwen op te lichten. De laatste kleur wordt gebruikt voor het verhullen van diepe kringen en tatoeages. Met het bijgeleverde penseel wordt de concealercrème uit het palet gehaald. Deze wordt stipsgewijs aangebracht onder het oog, van binnen naar buiten. Klop de stipjes met de vingertoppen zachtjes in de huid. De warmte van je vingers zorgt dat de concealer een egale dekking geeft. De hoeveelheid concealer is per huid verschillend. Deze wordt laagsgewijs aangebracht tot het gewenste resultaat is bereikt. De huid rondom de neusvleugel bevat van nature meer rood dan de rest van het gezicht. Voor een egale basis lichten we deze op door met het penseel een lijntje te trekken in de plooi bij de neusvleugel, van boven naar beneden. Met de vingertoppen kloppen we deze lijn naar buiten, waardoor de lijn zachter wordt en de kleur in de huid smelt. Om de lippen een strakkere contour te geven, omlijnen we de lippen met het concealerpenseel. Deze wordt dun aangebracht met een kleur die dicht bij de huid ligt. De concealer is, zoals de naam al doet vermoeden, om te camoufleren. Oneffenheden in de huid zoals rode plekjes, adertjes en pukkeltjes zijn gemakkelijk weg te werken door deze aan te stippen met het penseel en vervolgens te vervagen voor een natuurlijk effect.